Dag beste studenten, ik ben Céline Dubois. Ik ben momenteel vertaler-tolk, attaché bij de FOD Werkgelegenheid. En ik ben in 2013 afgestudeerd in het postgraduaat conferentietolken. En professor De Frank heeft mij gevraagd om een klein filmpje voor jullie op te nemen. Om een beetje uit te leggen wat mijn parcours geweest is. En mijn beslissing om tolk te worden en hoe mijn job er vandaag uitziet. Om jullie misschien een beetje een beeld te kunnen geven wat de mogelijkheden zijn voor jullie studiekeuze. Ik ben zelf afgestudeerd in 2013. Met misschien een beetje een licht ander parcours als jullie. Ik heb eerst Romaanse gedaan, taal en letterkunde Frans-Spaans aan de universiteit. Dat meer een theoretische opleiding is. En na 4 jaar was ik eigenlijk nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. En wou ik ook een meer praktische opleiding. Dan een beetje gaan rondkijken en uiteindelijk beland bij de tolkenopleiding op een inloopdag. Even proefgedraaid in de cabine en ik zag mijn eigen dat wel doen. Dus dan zijn we daarvoor gegaan. Dus dan heb ik een schakelprogramma moeten doen. De master tolken en dan het postgraduaat conferentie tolken. Ik vond dat een heel leuke opleiding. Ik heb daar wel, en daar moet ik eerlijk in zijn, ik heb daar enorm hard voor moeten werken. Eigenlijk zelf harder dan aan de universiteit, vooral omdat je moet er permanent voor werken. Je kunt niet zeggen, ik doe een paar weken niets en ga dan hard studeren. Het is iets dat natuurlijk zeker voor woordenschat en voor technieken permanent moet bijgeschaafd worden en permanent moet onderhouden worden. Dus ik ga dat zeker niet ontkennen. Ik heb daar heel hard moeten werken, maar ook wel heel veel voldoening uitgehaald. Nadat ik ben afgestudeerd, heb ik een halftijds job genomen en mij gelanceerd als zelfstandig in bijberoep, als vertaler en als tolk. Maar ben daar uiteindelijk na een jaar toch van afgestapt. Om eerlijk te zijn, voor mij, dat was niet zo mijn ding. Ik vond het financieel moeilijk in het begin. Ik was ook net alleen gaan wonen en de onzekerheid was voor mij lastig. Voor andere mensen denk ik dat dat misschien veel minder lastig was. Maar voor mij, het feit van niet goed te weten, de financiële toekomst niet goed te weten, was voor mij nogal zwaar. Plus, ik vond het feit dat je eigenlijk niet echt collega's hebt natuurlijk, als je volledig zelfstandig bent, vond ik ook wel een lastig. Ik had nood aan een beetje die collegialiteit en dat direct contact. Dus ben dan op zoek gegaan naar een job als tolk, als vertaler, binnen een dienst, binnen een bedrijf. En ik ben uiteindelijk eerst terechtgekomen bij het ACV, bij de vakcentrale Bouw, Industrie en Energie. Wat dan niet mijn eerste keuze zou zijn, want ik ben zelf eigenlijk niet zo ongelooflijk vakbondsminded. Maar dat was wel een ongelooflijk goede leerschool. Ik heb daar zeer veel mogen tolken. Ik heb daar heel veel bijgeleerd en ik heb vooral heel veel bijgeleerd op het vlak van vertalen. Want om eerlijk te zijn, ik ben wel begonnen aan die job met te denken, ja, als je kunt tolken, kunt je vertalen. Maar het is toch wel een heel andere techniek. Ik heb vooral geleerd om veel geduld te hebben. Met tolken natuurlijk, het voordeel is, een vergadering is gedaan, je werk is gedaan. Dus het directe vind ik heel leuk aan tolken. En natuurlijk, dat is er niet bij vertalen. Daar moet je heel veel gaan reviseren, gaan nalezen. Het is veel meer detailwerk. Dus ik heb dat wel moeten leren om daar mijn tijd voor te nemen. Maar ben het uiteindelijk ook graag gaan doen. Tolken blijft nog altijd mijn grote liefde, dus dat doe ik nog altijd het liefst. Maar je leert er natuurlijk wel heel veel van bij. Dus dat was voor mij een heel goede leerschool. Dan ben ik na 3 jaar van job veranderd, ben ik bij Constructief gaan werken. Dat is een paritair fonds voor de bouwsector. Daar was ik ook vertaler, ook tolk en ook een beetje HR-medewerker. Wat eigenlijk ook wel tof was. Die taken lagen mij ook wel, omdat je natuurlijk door de tolkenopleiding communicatief heel sterk bent en je krijgt een heel goede analytische geest. Dus dat is ook wel tof om dan een beetje afwisseling te hebben en wel contact met de klanten. En sinds heel kort, sinds een maand eigenlijk, ben ik ook van job veranderd. Ben ik begonnen als attaché, vertaler-tolk bij de FOD Werkgelegenheid, meer specifiek bij de inspectiediensten. Daar doe ik ook een beetje van alle taken, voornamelijk vertalen, ook qua tolkwerk. Dat zal nu ook wel meer worden in de toekomst. En ook qua notuleren tijdens vergaderingen en zo. Wat ik nog altijd heel tof vind aan mijn job is de afwisseling. Het tolken, zoals gezegd, blijft mijn voorliefde. Niks leuker dan
feit dat je een hele vergadering kan meevolgen. De rush die je krijgt van de adrenaline, als het snel gaat, als het moeilijk gaat, vind ik nog altijd heel, heel leuk. Het blijft permanent bijscholen, dat kan niet anders. Ik heb onlangs bijvoorbeeld een vergadering moeten tolken over kwartstof en de implicaties daarvan. Dan moet je opzoeken over alle longaandoeningen, alle mogelijke ziektes, dus dat blijft bijleren. Maar het was ook wel heel leuk natuurlijk om je bij te scholen in nieuwe gebieden dat je nog niet zo goed kent. En ik vind het ook heel leuk om nieuwe technieken te blijven ontwikkelen. Je leert ook bepaalde sprekers beter kennen, beter inspelen op onverwachte momenten en zo. Ik kan het natuurlijk alleen maar aanraden. Ik doe mijn job ongelooflijk graag. In de cabine zitten, ik vind dat ongelooflijk leuk. Ik vind het ook leuk om achter de schermen te zitten. Ik heb heel vaak een vergadering dat ik denk, ik ben zo blij dat ik in de cabine zit en dat ik mag tolken. En dat ik niet in de vergadering moet zitten, omdat het soms toch een beetje saai kan zijn of heel hectisch kan zijn. En dat ik denk, ik ben blij dat voor mij het werk gedaan is als de vergadering gedaan is. Het is heel afwisselend. Je komt heel veel mensen tegen, heel veel andere sprekers, heel veel verschillende onderwerpen. Ik kan het alleen maar aanraden. De pluspunten, ik zeg het, ik vind het heel leuk, die rush, die adrenaline die je krijgt van de job. Het feit dat je permanent blijft bijleren. Je krijgt kort communicatief heel sterk natuurlijk. Analytische geest, dat kan ook op andere vlakken heel nuttig zijn. Het nadeel is misschien een beetje de stress soms wel. Soms kan het echt wel heel lange dagen zijn. Met heel lange vergaderingen. Als vergaderingen uitlopen, kan ik niet als tolk zomaar zeggen, mijn uren zijn erop, ik ben voort. Als de vergadering niet gedaan is, dan blijven we natuurlijk. Dus soms kan het wel heel, heel zwaar werk zijn, maar ik vind het heel... Het loont echt wel. Dus ik kan jullie alleen maar aanraden om ook die richting uit te gaan. Want het is een heel leuke wereld en een heel toffe job. Dus heel veel succes allemaal. En wie weet komen we elkaar later in het professionele leven nog eens tegen. Dag.